kan me voorstellen dat het fysiek allemaal best wel zwaar is. Ja. Maar mentaal ook. Ja. Hoe gaat dat? Ja, nou, er is je iets overkomen. En je denkt heel erg in het begin van, ja, wat is er gebeurd? Ik wil gewoon mijn oude leven terug. Ja. Je gaat steeds meer inleveren. Je gaat steeds meer beseffen dat dat anders is en anders moet ook. Een stukje acceptatie. Ja, in het begin heb ik nog gewoon gefietst. Ja, ik heb nog gewoon gefietst en ik wist wel op een gegeven moment van, het kost me wel heel veel moeite. Ja. Dus die stukjes werden steeds kleiner met de kinderen. En ik had steeds meer tijd nodig om daarvan te herstellen. Dan ga je ook klachten krijgen. Ja, tot het gewoon helemaal niet meer kon. Ja, dat is dus 3 jaar geleden. Ja. Dus zag ik ze lekker de deur uitgaan om te gaan fietsen. En ik dacht, ja, en ik. Ja. De reguliere fiets was onveilig en geen optie meer. Maar een ouderwetse driewieler was haar te stigmatiserend. Ze was bang voor het stempel gehandicapt. En dan met deze fiets, bent u dan bang voor dat etiket? Nee, het ziet er heel sportief uit, ja. Natuurlijk. Ja. Op het moment dat ik afstap, zullen mensen wel zien dat er wat mee aan de hand is. Dat er een reden is waarom ik met zo'n fiets fiets. Maar... Is dat erg? Dat is de vraag. Nee. Ja, nu denk ik, het gaat niet om het feit dat ik lekker kan gaan fietsen. Ja. Met mijn man en mijn kinderen. Ja. Zo woon je hartstikke lekker, vlak bij de duinen. Ja. En op zo'n mooie zomerdag, dat je denkt, oh, even lekker eruit. Daar ziet het er wel naar uit, dat binnenkort weer kan. Ja, met zo'n fiets heb ik er wel alle vertrouwen in. Ja. Ja. Dat we er gewoon lekker op uit kunnen. En een ijsje kunnen gaan eten. Of lekker een terrasje pikken. Mm. Ja. Mooi, we zijn dus op de goede weg. Een fiets als deze durft ze wel aan. Tijd om nog een laatste fiets te testen. Lekker zeg. Word je er blij van? Fijn, hè? Ik ga binnenkort gewoon fietsen met mama. Zo, wat zou je dat gemist hebben? Hè? Oh ja, oh, dit is zo heerlijk. De wind door mijn haar. Ik word er gewoon een beetje stil van. Zo lekker is het. Oh, wat heb ik dit gemist, hè? Welke twee vind je het fijnst? Ja, ik vind deze wel super cool. Deze fiets zo lekker. Ja? Ja. Wie volgt? Wij volgen. Het lijkt erop dat de juiste fiets is gevonden. Nu nog even wat accessoires uitzoeken. Dat is toch hartstikke leuk voor het EK volgend jaar? Wanneer kan die klaar zijn? Normaal gesproken is de leeftijd 6 weken. Maar voor u willen we een uitzondering maken dat wij hem met 2 weken klaar kunnen hebben voor u. Echt waar? 2 weken? Wij gaan proberen die fiets met 2 weken klaar te hebben. Jurgen? Graag gedaan. Dankjewel. Wat een mooie wens.